lieve mensen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video hier vanuit Energylandia in Polen. We zijn eindelijk aangekomen en de epische muziek speelt hier al af, want er is zo meteen een openingsshow. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee naar deze vlog, ik heb er weer zin in. Let's go! Weet jij het of stuurt? Nou, er wordt hier de hele tijd dus afgeteld tot de show. Of dat de opening eigenlijk. En ik ben benieuwd wat we gaan zien. Ik denk dat gewoon de hekken open gaan. Ja, er staan misschien poppetjes aan het einde van ja, de... of... Oh, wat gebeurt er? Tot otwarcia została jeszcze jedna minuta. 1 minute left to the opening. Maar dan gaat dit open. Maar zal er iets van vuurwerk zijn of zo? Dat zie ik zo nog wel doen. Denk ik niet. Nee, hè? Oké, okay, dan gaan we het zien. 1 minute left. Denk je dat er... Drodzy goście Energylandii. Dear Energylandia guests. Nadszedł czas wspólnego świętowania. The time has come to celebrate together. Dnia pełnego atrakcji i zabawy w naszym parku. A day full of fun and excitement at our theme park. Jest to moment wejścia do świata pełnego magii, sięgających nieba roller coasterów i zapierających dech w piersiach widowisk. Enter the world filled to the brim with magic, sky-high roller coasters and breathtaking spectacle. Wszystko co zwykłe zmienia się tu w coś magicznego. Here everything ordinary transforms into a thing of wonder. Wyruszcie z nami w podróż, gdzie sny stają się rzeczywistością. Set out on a journey with us to where dreams come true. Już czas, by otworzyć bramy i odkryć naszą krainę napędzaną marzeniami. It is time to open the gates and discover a land fueled by dreams. Czajcie z nami. Vertellen. Zoals je kan zien zit er een stickertje op mijn GoPro. Je moet die naar de beveiliging toe lopen. En die gaan dan heel je GoPro uit elkaar halen om te kijken of die goed is. Nou, hij is goed gekeurd. Dus dat is mooi. En de eerste achtbaan waar we mee beginnen is Hyperia. Of Hyperion, ik weet niet hoe die heet. Hyperion, Hyperia, geen idee. Oh, Hyperion. Nou, ik ben benieuwd. We gaan erin. Heftige achtbaan. Goed te beginnen van de dag. Let's go. Oh my god. Oké, okay, we zitten dus in de... We zitten dus in de hoogste achtbaan van Polen, zit ik achterin. Dit wou ik helemaal niet. Ik wou het helemaal niet, kijk hoe hoog. Oh my god, ik ga kapot.
Oh my god, ik heb al dus zoveel stress gehad voor een achtbaan. Oh, Summer, ik hou van jou. Ik ben je niet meer kwijt, Wendy. Je bent heel mijn beste schoonmoeder ooit geweest. Ik ga naar beneden. Oh, Sam, daar gaan we, jongen. Holy fucking shit. Jij zei dat hij niet over Sam. Holy fucking shit! Holy god! Ja, ik heb een heel gebed gedaan aan mijn schoonfamilie volgens mij. Oh. Nou, we zijn dus, we hebben net een ritje Hyperion gedaan, maar we hebben nog een achtbaan waar we nu zijn en dat is een Formula. Formula heet deze, niet Formula XZ3 Flip, maar Formula. En we gaan dus even een rondje in doen. Let's go. Dispatcher. Ja, bizar. Ik ben nu naar die lounge. Gaat die in één keer gewoon, denk je? Nee, stopt hier. Oh ja. Oh. Ja, super, super baantje. Zo, die soepel. Zo. Zo gek, die soepel. Wow, yo. Zo. Wow, yo. Ja, maar die is ook please soepel. Now unfasten your seatbelt. Nice, dit is echt soepel, man. Zo. Ja, mensen, we gaan dus eerst even wat achtbanen doen. Dus ik neem jullie vandaag gezellig mee. Ik zou zeggen, geniet van de muziek en van de ritten. Want dit wordt echt een hele gave video, jongens. Ik heb er nou al zin in. Oké, ik weet niet wat het is, mensen. Maar ik zit altijd achterin. In zo'n achtbaan. En deze ook. En deze achtbaan heeft echt een gigantische drop. Die echt bizar is. Ja, we gaan meemaken. Nogmaals, ik hou van jullie allemaal. Summer, ik hou van jou. Mama, ik hou van jou. Holy fucking... Oh! Achterin is het beter dan in het teamt, ja. Nou, tot nu toe jongens, we zijn dus ongeveer nu een uurtje, anderhalf uur in het park. En we hebben al best wel heel veel achtbanen gedaan. Wat mij eigenlijk een beetje opviel is dat je met kluisjes moet werken. Dus je hebt een kluisje, heb je heel de dag je kluisje. Moet je bij elke attractie dus een... Althans, je krijgt een bandje. En bij elke attractie moet je dan je kluisje openen. Kan je spullen inleggen en dan ga je gelijk door. Werkt goed, 3 ja, euro. Alleen... Ja, het je moet hem iedere keer resetten of zo. Ja, je moet wel iedere keer resetten. Maar dat kan daar, alleen het personeel is zo onvriendelijk bij die achtbaan, dat is echt niet te doen. Maar, buiten dat, ik vind het wel oprecht een mooi park zo eigenlijk, als ik zo kijk. Ja, dit is echt een mooi, heel mooi park dit. Mooi muziekje, oh daar gaat er zitten maar 4 mensen in! Dat is de nieuwste achtbaan van Adventurelandia. Want ja, zoals jullie weten bouwen ze hier elke dag bij een nieuwe achtbaan. Dus dat is echt super mooi. Hier gaat er weer een treintje boven, dat is echt bizar. Nou ja.
Buiten dat, een superleuk park dit, echt waar. Tot nu toe ben ik er best wel verrast eigenlijk. Het is misschien heel raar om dit te filmen, maar de toiletten, die zijn zo netjes. Dit heb ik nog nooit gezien. Het ruikt er gewoon fris. Alsof het net geopend is 2 minuten geleden. Echt bizar. Ja, netjes dit. Dus ja, dat is wel goed geregeld dit park. Oké, is misschien heel raar nogmaals op dit film, maar kijk dit. Fucking goal in een toilet. Nou, dit is echt wat ik wil. Nou, we stappen dus in het reuzenrad, maar het is echt heel hard gaan waaien. Dus we hebben het zo naar ons zin. Sam vindt reuzenraadjes een beetje eng. Reuzenraadjes? Reuzenraadjes doe ik ze altijd. We mogen hier instappen in dat minibakje. Het is lijkt groter voor buiten. Ja, dat is niks. Nou ja, gaan we lekker zitten. Ik heb er nou al zin in. Ja, dit is echt een luxe systeem dit, jongen. Dit wil ik ook wel hebben in een 3-fliet. Dus zo'n reuzenrad als dit. En voor als je zo met z'n tweeën kan blijven zitten. Ja, medewerkers hoeven alleen met z'n tweeën te zitten. Staan met z'n tweeën erop. En kijk. Niks. Een kopje koffie erbij. Ja, heerlijk. Nou, ik geef ze groot gelijk. Nou, nog even over het park. Ik denk, ik ga het gelijk even over hebben. We zijn dus nu al inderdaad een aantal uurtjes binnen. En het is opgevallen dat het park zo groot is. Moet je kijken hoeveel er nog te doen valt in het park. In deze vlog zal niet alles te zien zijn. Alleen de ja, wel bijzondere dingetjes eigenlijk. Ik zie daar trouwens 2 boten die achter me. Oh, die gaan naast elkaar naar boven. Ja. Zo'n splash heb je daar. Ik zie nog meerdere 8 banen die we nog niet hebben gezien. Ik zie daar rechts nog een hele grote attractie. Echt overal waar je kijkt zijn attracties. Daarachter die discus ook. En die disc daarachter. What the fuck. Die blauwe 8-baan ziet er ook wel dik uit, Sam. Die Abyssus. Is dat Abyssus? Ja. Oh, die moeten we zo wel even doen. En de nieuwe 8-baan hier natuurlijk. En een heel gebied. Er wordt daar achter ook nog gebouwd aan een nieuw themagebied. Ze zijn gewoon nog steeds bezig met bouwen. Het is echt bizar. Maar het is oprecht nice. Want ik heb een beetje Europa Park vibes bij dit park. Het wil heel erg op Europa Park lijken. Want het is allemaal met muziek en dit soort attracties. Ja, maar het begindeel is wel echt een beetje al. Ja, het begin is wel. Je merkt dat het park is in 2014 gebouwd. Toen is het begonnen en ja, nu is het dit, maar het is wel echt, het blijft maar groeien ook. Het enige nadeel is dat je overal letterlijk moet betalen voor een kluisje. Je kan ook 3 euro betalen, dan kan je heel dag met een kluisje gebruiken, maar dan moet je eerst het kluisje unlocken, moet je spullen erin, dan weer eruit. Nou, dat is een beetje frustrerend. En de lange wachtrijen, kijk, je kan het hier ook zien. Helemaal daarachter begin je. Ja, je begint zeg maar waar mijn vinger nu is, daar. Daar begin je met lopen door de wachtrij en dan ga je over die brug en dan nog een trap op, trap naar beneden. Dan loop je heel dat stuk uit, loop je daar in die zigzag, loop je naar rechts en dan ga je nog verder en verder naar achter. Ja, het is echt, het is niet normaal. Ik vind het echt asociaal hoe lang je moet lopen hier. Dus als je in een rolstoel zit, dus mocht je in een rolstoel zitten en je bent, je kan wel in de wachtrij staan, kan dat zelfs hier niet, want je mag je rolstoel gewoon niet meenemen in de wachtrij. Dus ja. Dan is ik helemaal niet waar je gaat komen. Weet ik niet. En zo een beetje slecht aangegeven in het Engels moet je zeggen, een paar dingetjes. Maar voor de rest prima parkje tot nu toe. Een hele gave 8-baan. We lopen nu Sweet Valley en Sweet Valley is dus een nieuw themagebied hier in Europa Park, wou ik zeggen. In Energylandia. En hier staat een 8-baan en dat is namelijk die Chocolate Dream of zo. Heet die nou? Chocolate, daar staat het. Chocolate Chip Creek. Ik ben benieuwd, want deze 8-baan is nog niet helemaal af, want de decoratie. Hier is de ingang trouwens. Maar de decoratie voor de 8-baan is nog niet gedaan aan de buitenkant. Dus allemaal nog stellages. Maar het gaat helemaal goed hier. Maar we gaan erin. Oh, die is een Fastpass ingang ook. Hier, het Fastpass entrance. Nou, die mensen hebben sowieso geen Fastpass. Nou ja, we gaan dus in. We gaan in Chocolate Chip. Kijk, hier ook. Moet je kijken. Kijk hoe lange wachtrij het is voor al die 8-banen hier. Ik denk alleen deze wel kort is nu. Dat heb je wel van geleerd, want dit is dan de nieuwste 8-baan, denk ik. Nou ja, het ziet er allemaal leuk uit zo. Ik bedoel, dit ziet er dan wel weer mooi gethematiseerd uit. Ik denk dat ik het wel de mooiste wachtrij vind tot nu toe. Van het park. Nee. Ja, weet je wat me ook opvalt? Dat het park echt netjes onderhouden is. Dus echt overal wordt schoongemaakt. Elevator. Oh, dit is een voorshow ofzo. Dit is wel een lift. Oké. Okay. We lopen hier gewoon door. Ik denk dat dit iets van de show moest zijn. We zijn alweer 5 minuten aan het lopen trouwens. Hè? Ik maak geen grap. Maar het park is wel echt schoon. Nergens een veldje aan de lucht. Oh, laat maar. Oei, gevaarlijk.
Oh, wat aparte optakelingen dit. Beetje Colorado Adventure, Rollercoaster 2 dit hè, die optakeling. Nou, daar gaan we. Er staat wel aardig veel wind nu in het park, moet je zeggen. Heerlijk. Heerlijk die wind. Daar gaan we. Ik ben gewoon nat. Wat leuk in je auto. Ah, wel lachen. Hij is niet heftig of zo. Gewoon een kinderachtbaantje dit. Ook geen steile drops naar beneden dat je airtime hebt, helemaal niks. Maar hij is gewoon lachen. Het is ook weer echt lelijk dit, hè. Omhoog. Ja. Drie optakelingen. Deze is al aan het bouwen, dat zie je nog. Ja. De constructie staat wel. Kijk, weer een boomerang daar. Je hebt echt heel veel van die. Ja, die heb ik niet gedaan. Nee, die hoef ik ook helemaal niet. Kudding. Een bizar baantje dit eigenlijk. Staat er nog een trein? Een leuk ding, joh. Echt een leuk ding. Ik word hier duizelig van. Ik word van deze dingen door duizelig. Door die G-kracht in die Helixer. Nou, alvast excuses voor de wind, want het is opeens heel hard gaan waaien. Wat me echt opvalt in dit park is dat er echt enorm veel personeel is. Overal, elke horeca. Bijna elke horeca, trouwens, ik zeg nu elke horeca, maar dit is dicht. Maar echt, een hoop van de horeca is open, bijna alles. Oh, dit gaat om 12 uur open, dat is wel openingstijd. Nou, ik vind het echt bijzonder dat ze eigenlijk zoveel personeel hier hebben lopen in dit afgelegen gebied. Moet je kijken hoe groot het park ook is, als je hier kijkt, zie je? Het park is echt enorm. We hebben nog een waterpark hier, maar daar gaan we niet heen. Maar we hebben wel nog alle attracties hier, ja, het is echt bizar. We zitten nu ergens hier. We gaan nu deze doen, Apseus. En ja, we lachen. Maar echt overal dubbel benad personeel. Hè? Gewoon drie man bij zo'n kraampje. Staat hier de wachttijd ook. 10 minuten, 20 minuten. Het is echt gewoon niet druk. Het is echt rustig gewoon vandaag. We hebben een mooie dag uitgekozen. We zijn er blij mee. Nou, we gaan naar de volgende attractie, dat is Apseus. Of Apseus. Nou, Apseus wil ik niet over praten. Je weet wat er is gebeurd vorig jaar. Maar we gaan er dus heen. Ik heb er zin in. Let's go. Nou, daar zitten we hoor. Apseus. Nee, Apseus. Oh, Apseus. Apseus. Mooi hoor, dit themagebied verder. De steenkolen thema is dat. Steenkool English. Oh! Ja, weer zo soepel hè. Gewoon weer zo soepel. Oh, no! Het is zo soepel, hè. Airtime. Ah, jammer. Oh,
Zo, heerlijk baantje inderdaad. Oh, mooi. Soepel en komt best wel los uit de stoel. Hé, hey, mijn shirt is gescheurd. Nee. Hé, hey, mijn shirt is gescheurd. Hè? Ik maak geen grap. Hè? Hoe dan? Hoe dan? Wacht even, dat wil ik even zien. Jongen, mijn shirt is gewoon... Ja. Hoe dan? Wat? Mijn shirt... Nou jongens, door hoe heet dat ding? Abyssus. Kijk, is gewoon mijn shirt gescheurd. Wat is het nou? Dan moet ik een nieuwe halen. Nou, gaan we met Tim maar even kijken. We gaan met drie van dit shirt. Wist je dat mijn opa hier jarenlang heeft genaaid? Hij heeft er 40 jaar om gedaan om dit shirt te naaien. Speciaal voor mij. Hij heeft er wekenlang over gedaan om dit te naaien. Hij was toch zo jongen. Moet je kijken. Hier op een keer helemaal naar de grens voor dat shirt. Leuk hoor. Abyssus. Het is echt ongelooflijk. Letterlijk, mijn shirt is gewoon gescheurd in de achtbaan. Hoe dan? Ik heb zoveel moeite gedaan dit shirt te maken. Uren aangewerkt. Jarenlang ervaring ingedaan. En het is gewoon weg. Maar gelukkig is het wel goede kwaliteit, kijk maar. Dus dat scheelt wel weer. Zo. Kijk eens. Dan heb ik een mooie sjaal. Een mooie scarf. Kijk waar we ingaan. Wat is dit? Is this good all? Yes? Wat? All good? Yes. Oké. Je bak is in de keer. Oké, thank you. Mag je tas hier neerleggen? Mag je tas hier neerleggen? Hier, zal ik als laatste of zal ik voorgaan? Ja. Wat is dit? Oh, dat is echt heel smal. Oh, dat is goud. Ik was hier echt net in. Ik ga echt stuk. Oh! Ik ga even tegenhouden, wacht ik even op je, hè? Ik tief bijna om. Oh, daar ben ik ingestapt. Kijk hoe scheef dat ding ook zit. Kijk. Ik heb tegenhouden, Sam. Sam, ik heb... Hoe gek, joh. Ja, Oh, ik ga liften op. Ja. Oh, dit wordt gek. Hey, kom maar, ja. Ja, kijk of je allebei tegelijk naar boven kan. Ja, probeer gewoon. Ja, dat ding gaat fucking traag. Oh, dit is echt gaaf. Oh god, dit gaat helemaal mis. Hier, ik kom de lift al niet op. Oh wel. Oh, daar ga ik. Oh, dit vind ik doodeng. Als ik niet naar achteren klap, wat dan? Hoor die rollback. Oh, zo, zei dat? Oh, storing. Oh, kut. Hier gaat hij al die dingen in. Oh, dit is echt goud. Ja. Oh, extreem! Hey, wat leuk dat je kaartje op de rente zet van 79. Wat? Ik heb de camera uit. Ja, als je hier in Antjania bent, moet je deze attractie doen. Hoe heet het ding eigenlijk? Hier is dat. Dat is de uitgang in het. De Bumpleboat. De Bumpleboat.
Nou, wat leuk dit. Ik vond hem echt top. Ik kwam net achter dat kaartje trouwens aan mijn shirt op vast zat. Bedankt hè, Sam. Zo, mensen. We gaan even wat beelden laten zien, want we zitten hier ondertussen hier lekker te chillen. Want het is een beetje slecht weer geworden. Maar over slecht weer gesproken, daar komt hij. Want wij gingen net in de waterattractie terwijl het heel hard regende. Het was een hel. Het was echt een hel. En Sam hier naast me had er heel veel zin in. Oh. Oh! Jongens, het regent zo hard ineens. Oh, die was net zo'n parasol. Er kwam water af en dat ging op mijn gezicht, op mijn hoofd. En hij bleef maar staan, startte hem niet. Oh, verschrikkelijk, jongens. Dit is echt kut. We hebben schouderbeugels. Er is echt, het is echt. Oh, jongens. Oh, een XC. Nee. Het gaat er echt hard ook. Oh, daar gaan we. Oh nee. Er zit ook maar geen rem op ook, hè. Oh nee, daar gaan we. Oh. Jongens, dat doe ik allemaal voor jullie. Zo. Oh nee, Sam, dat gaat op. Sam. Sam, het is zo nat. Sam, het is zo nat. Het is zo... We varen ook gewoon op de grond aan de voorkant. Oh, dit is echt heel koud. En ja, kut en nat. Oh, mijn schoen. Ik loop zo mijn schoen in. Oh nee, sorry. Oh, wat is zo leuk hier. Het is zo kut. We zitten niet op beeld, maar het regent zo hard. Oh nee. Waarom doen we dit? Oh, de boom is nog erger in die wind. Oh, het is echt koud. Het is echt koud. Oh ja, dat is super. Kijk zo leuk iets vindt. Het stort gewoon. Ah joh! Ja joh, kom maar door. Oh, jongens, kijk hoe nat we zijn. Fuck, wat zijn nou fuck? Tering was nat. Oh jongens, ik kan niet meer. Oh! Ja. Kapot. Storing. Ik denk dat ik mijn camera zo deed misschien. Ladies and gentlemen, this moment we have technical difficulties. Please really see it. Oh, niet hierin vast. Wat een kut idee heb jij. Als we hierin vastzitten nu, hè? Oh, jongens. Oh!
kurva. Die wind! Alles zo koud! Oh nee! SLC-begrippen is dit de soepelste die ik heb gedaan. Ja, hij is wel... Het begin is niet echt... Nee, het begin is die. Nou, de zon gaat onder en dat houdt in dat de dag ten einde gaat komen. Het bijzondere aan deze... Hallo. Het ding is aan dit park, ik moet je zeggen, ik vind deze attractie echt, echt heel goed, die Hyperion. Het is echt... Het is een beetje gelijk met Conda, alleen dan gewoon heftiger en beter. Also, dat zegt Sam ook, hè? Ja, in de ochtend is hij wel heel goed. Nee. Maar nu in de middagavond. Maar als hij ingereden is, is hij echt heel goed. En ik moet je zeggen, ik ben niet, niet teleurgesteld over dit park. Ik heb oprecht een hele leuke dag gehad. Het is wel iets vroeger dan we eigenlijk normaal gezien hier kunnen blijven. Want het is nu iets bij 7 uur of zo. Het park gaat om 8 uur dicht. Maar wij gaan ergens heen om te eten. Dus wij gaan nu weg. Ik vond het oprecht een leuk park. Ja, morgen weer. Hè? En morgen weer, maar dat gaan jullie niet zien. Want ik heb maar één dag gefilmd. Want ik wou natuurlijk ook een keer een dagje genieten zonder camera. Maar ik moest net zo hard lachen net in die boomstammetjes dat ik daar gewoon vast bleef zitten. Want dat zie je niet op camera. Maar ik was dus daarna mijn vriendin aan bellen. Van kijk eens waar ik in zit. En toen bleef ik dus vastzitten in dat bootjesattractie. Dat is echt... Mijn wiel zat gewoon af van de baan af. Hè. Ik zat gewoon helemaal vast. Nou, personeel erbij, brandweer, alles erbij. Ja, dat gaat een beetje schuin en daardoor ging hij van de baan af. Maar ja, we gaan hier ondertussen het park verlaten. We ruiken een heerlijke rubberlucht. En deze lucht komt me heel erg bekend voor. Ja, deze lucht ken ik ergens van, want ik heb het wel eens eerder geroken. Weet je, dat komt. Dat was toen met de Efteling, toen ik van de parkeerplaats af ging rijden, stond er weer een auto in brand. Maar ik denk dat het door deze show komt. Dat denk ik. Zo, lieve mensen, dit was Energylandia. En ik vond het echt een heel leuk park. Ik ben oprecht verbaasd gewoon over hoe gaaf dit is. En hoe mooi dit park er eigenlijk uitziet. Leuke achtbanen, leuke decoratie, goede horeca, dat heb ik niet verteld. De horeca is oprecht heel goed. Zoveel horeca's, echt niet normaal. Dat is echt, je kan voor alles eten. Je hebt bubble tea, je hebt pizza's, je hebt echt voor alles door elkaar heen. Dat is super mooi. Ik zou zeggen, kom hier vooral een keertje in, het is het waard. Het is ook niet heel duur, want hoeveel hebben we hiervoor betaald? Voor entree. Ja? 45 euro of zo? Nee, inclusief... volgens mij is het 80 euro voor 2 dagen. Oh, 80 euro voor 2 dagen, inclusief waterpark, want het zit erbij, dat zei Sam net tegen mij. Dus nou, superleuk in ieder geval. Ik wil jullie allemaal bedanken voor kijken naar deze video. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Kwinka en dan zie ik je bij de volgende video weer. En dat zal waarschijnlijk zijn op de terugweg richting Nederland. Oh nee, misschien nog iets over Katowice. Ik heb geen idee, de reisvideo. In ieder geval, ik spreek jullie snel weer. Tot de volgende. Doei! Rollercoaster zo snel. Gillen tot we gaan kapot wel. Bollen in de zon en feest. Met z'n 2000 beest. Ja, 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 we vliegen hoog. Red Bull, best een show. Green Castle.
Sam, ze gaan los. Hardbase beats, dat is een kos. Suikers, bier en popcorn veel. Waterglijbaan, zo stil en heel. Samen racen in de karts. Klinken, Sam, de pretparkarts. Lang in de rij, maar wat een blitz. Elke rit een nieuwe zet. Vliegen door de lucht vandaag. Samen met de grote lach. Ja, 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 we vliegen hoog. Pretpark Polder, best een show. Kwinka, Sam, ze gaan los. Hardbase beats, dat is de kost.